Goedenavond, Leidse Schouwburg! Wat mooi om te zien, ook een heel jong iemand, wauw! Hoe oud ben jij? 10. En is papa ook mee? Ja. Kijk eens aan papa, dit is goedkoper als oppassen. Welkom, welkom. En mooi om te zien, lekker divers publiek. Jong. Ja, en oud. Iedereen is welkom. Wees welkom, man. Welkom, dames en heren. Ramadan komt voor ons uit 2024. Dit format bedacht ik een paar jaar terug. Als komiek is het je droom. Iedereen wil de oudjaars komen voor ons. Je weet toch? Ik wil mijn eigen show op tv mijn boodschap vertellen. Maar in één keer moest ik aan mijn oma denken. Vaak hebben we het over mijn opa. Het jelly. Daar gaat het vaak over. Eerste generatie gastarbeider. Maar toen dacht ik, we hebben het daarbij nooit over mijn oma. En ze zei Ria. Oma Ria. Zij was namelijk ook mee. Als een van de eerste Marokkaanse, misschien wel de eerste Marokkaanse vrouw in Nederland. En wat ik zo mooi vond aan mijn oma, vond ik, waar mijn opa werkte, deed mijn oma elke Ramadan koken voor de mannen in het pensioen. Die waren hier namelijk alleen. En mijn oma wist, zij kunnen dit niet alleen. Zij hebben hulp nodig. Iemand die voor ze zorgt. Samen sta je sterker. Dit deed mijn oma 3 jaar lang. Voor alle mannen in het pensioen. In haar eentje. Koken, afwassen. En op een gegeven moment dacht ze, het wordt tijd dat hun vrouwen ook komen. En toen ontstond de gerinshereniging. Dus ik dacht ook als comedian, waarom de oudejaars komt voor ons in mijn eentje? Hoe mooi zou het zijn als ik vanuit huis de Ramadan meeneem in een voorstelling. Iets samen doen. Dat ik sta de boodschap misschien wat sterker. Dit is de 4e editie. Kijk zo mooi. De eerste die ik naar voren ga halen is een goede vriend van me. Het is een Belg. Eigenlijk een Limburger. Maar u zult hem misschien kennen van tv, radio, zijn columns. Goeie mattie van me. Mag ik een David applaus voor Erhan Demirci. Welkom, bro. Goedenavond, Nederland. Ik zie de helft van die zaal naar mij kijken, Anwar. Amai, die Vlamingen worden de bruiner met de dag. Kijk, als je een België volle zaal hebt en je speelt overal, dan is de volgende stap eigenlijk, ik wil naar New York, naar Londen, comedy clubs. Maar mijn droom leiden was op zondagavond. 2 keer viel op de ring van Rotterdam en Antwerpen. Toch in deze prachtige schouwburg in Leiden te staan. Dankjewel. Graag gedaan. Mooi, hè? Mashallah. Mooi. Mooie zaal, ja. We zijn er aan toe, dames en heren. Als we 2 zijn, zijn we een duo. Wij zijn geen duo. Op een gegeven moment ga je nadenken. Ik moet iemand nog erbij vragen. Ik ken mezelf. Je kent je eigen kwaliteiten. Dus je zoekt iemand die niet dezelfde kwaliteiten heeft. Iemand die niet druk is. Iemand die geen ADHD heeft. Iemand die weet wanneer je je mond moet houden. Nou, die komt vandaag niet. Mag ik een David applaus voor Dolph Jansen? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Goedenavond. Goedenavond. Hallo, ik ben Dolph. Hoe is het met jullie? Ja. Lekker toch? Ja toch? Ik zie 5 al angst op de een of andere manier. Wat de fuck is dit? Hallo. Echt, het is een eer om met deze mannen te mogen toeren. Laat dat duidelijk zijn. Ik kom vaker in deze schouwburg. Wat mij betreft een van de mooiste schouwburgen van Leiden. Misschien wel de mooiste. Dat is wat het is. Het is mooi om met deze mannen, te toeren. En één verschil is er wel. Als ik hier alleen sta, is er 2 avonden uitverkocht. Dan neem ik deze mannen mee. Is het tweede balkon leeg. Maar verder maak ik een reet uit. Echt niet. Ik heb echt zin in. We kunnen vanavond alles zeggen, ga ik vanuit. Zolang er maar geen kinderen onder de 12 aanwezig zijn, kan er vrij weinig gebeuren wat mij betreft. Dus Goedkoper als oppas. Wat de fuck staat er op je shirt, man? Wat is dat dan? Wat staat erop? Wat staat erop? Je kan niet lezen, nee, dat begrijp ik. Het is je eigen shirt. Tokio. Het staat ondersteboven Shukuku, Tokio. We hebben internationaal publiek, dames en heren. Dat is echt waar.
Nee, het is een grote eer om te spelen hier met deze mannen en een mooie zaal. En mensen vroegen ook waarom zit Dolph in de Ramadan-conferentie. Dat heel kort uitleggen. Ik ben ja, feitelijk, nou, dit is mijn kleur. En ik ben ook geen moslim. Nog niet. De avond is nog lang. En laat ik het zo zeggen, ze zochten toch een comedian die eruit ziet alsof hij geregeld een maand niet eet. Ik zweer het, Leiden, ik meen het recht op mijn hart. Het is nu 4 weken dat ik met deze 2 jongens op baan, maar ik heb die gast nog nooit zien eten. Nog nooit. Ik heb er echt zin in. Leuke avond, nu al. Leuke mensen, toch? Een paar lege plekken hier en daar. En eigenlijk alleen maar leuke mensen en dan iemand op de eerste rij die me aankijkt nog 1 woord en ik pak je. Dus dat is een beetje zeer. Maar, Dolph, je zegt nu wel de enige blanke. Het is wel een mooi verhaal, want ik dacht dat ik en Anwar de eerste allochtonen waren. Edde. Maar... Dat lijkt je wel een mop trouwens ook, hè? Een soort mop. Dat lijkt wel een mop. Ja, toch? Ja. Turk, Marokkaan, Nederlander. Komen in het theater. Waarbij ik op wil merken 1 ding. Ik ben feitelijk van Nederlandse afkomst, maar ik ben ook een halve Ier. Een deel van u weet het misschien of niet. Mijn moeder is van de westkust, van Ierland. En je zou zeggen, wat heeft het met deze avond te maken? Als je heel, heel kort even over Ierland. Yep. Ik voel me een halve Ier. Mijn moeder komt van de Ierse westkust. En als je de Ierse geschiedenis kent, heel kort, altijd overheerst door de Britten. Allerlei vreselijkheden, hongersnood, noem maar op. Dus Ieren vertrokken altijd. Ieren, als je de geschiedenis bekijkt, vertrokken altijd. Altijd diaspora, altijd naar andere plekken op de wereld waar ze niet vermoord werden of onderdrukt of honger hadden. De dus je ouders, Dolph, die konden overal naartoe, naar mijn heel de wereld. Konden Hawaii, overal, Cuba, Mauritius. Hawaii, overal naartoe. Maar die kozen... Voor Nederland, ja, dat is waar. Ja. Maar niet voor oogstgeesten, vriend. Nou, wat ik wou zeggen... Ook mooi. Oké, dus dat is de eerste geschiedenis. En de eerste geschiedenis is altijd weg. En ik wil er 1 ding over vertellen. Er is een lied wat mij altijd raakt als ik het hoor. Dat gaat over de eerste geschiedenis. Dat gaat over die families die uit elkaar gerukt werden. En dat lied is eigenlijk een brief. Het speelt zich af in de 19e eeuw, de hongersnood. En al die Ieren vertrokken en sommigen bleven achter. En dat lied dat gaat over die mensen die vertrokken zijn. En de brieven die gestuurd worden. En elk couplet, elke brief eindigt eigenlijk met de zin... When are you coming home? En dat raakt me elke keer als ik het hoor. Want je weet, als je dat lied hoort, die brieven leest... Ze komen nooit meer terug. When are you coming home? Dat is wat mij raakt in die, weet je wel. Dat is prachtig, hè? When are you coming home? Vind ik, dus alle Ieren die krijgen al jaren aan een stuk een brief. When are you coming home? When are you coming home? Wij krijgen ook brieven. Ja, hij valt. Hij valt wat trager. En die brieven staan, when are you going home? Dat is de sfeer in Leiden. Ik voel het, dat is lekker. Maar, dat is lekker. Ik moet wel eerlijk zeggen, Dolph. Ja. Je bent een aardige man. Kijk, het gaat om gastvrijheid. Wat ik in het begin zei. Ook het is belangrijk, we moeten elkaar uitnodigen. Juist. De deur openen. Juist. Wij waren vorige keer bij zijn verjaardag. Dat is lief. Heeft hij gekookt? Althans, hij noemt het koken. Ik vind dit niet de sfeer van de avond. Ik heb voor deze mannen courgettesoep gemaakt. Ja. Courgettesoep. Ja. Dat noemen wij een maaltijd. Ik heb, ja, fuck you. Ik heb gewoon 8 courgettes geraspt. Ik heb daar water overheen gegoten. Dat noemen wij soep. Je had het ook kunnen opwarmen. Het was gazpacho. Heran, na de soep, wat kregen we? Wortelcake. Wortelcake. Ja. En wat kreeg jij daarna? Diarree. Ha, 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 ha. Ik vind dit niet grappig. Dit vind ik echt niet grappig. Ja, maar hoor. En wat gingen we daarna halen? Kapsalon. Echt eten. Dolph, luister. Deze hele show draait om de deur voor elkaar open. Hè? En aan elkaar aanpassen en van elkaar leren. Absoluut. Deze Ramadan, je bent bij mij welkom. Marhaba. Welkom. Sorry? Marhaba. Ik dacht dat je onwel werd, maar je zei... Marhaba. Marhaba. Nederlands voor welkom. Dankjewel. Ja. Kom bij mij eten. Juist. Ja? Heerlijk. Je hoeft niet te vasten. Maar kom je bij Elftor, bij de iftar, in de avond. Gaat mijn vrouw wel koken. Ja? Als dit de sfeer blijft, ben ik weg, hoor. Ik heb hier echt geen zin in. Mijn vrije avond. Lekker op, zeg ik. Krijgen we lekker. Gaan we beginnen met die herrera. Echt soep. Maaltijdsoep. Marokkaanse herrera. Lekker met kikkererwten, stukjes vlees, eitje, soepie, zoals het hoort. Stukjes vlees? Warm. Stukjes vlees, tuurlijk. Ik ben vegetariër. Na de soep, wachten we eventjes, is het lesjan. Huh? Krijgen we lesjan, avondeten krijgen we maaltijd. Gewoon lhambal barko. Gewoon goed stuk vlees met pruimen en amandeltjes. Heerlijk! Ik heb misschien een, nog olijfjes. Noodallergie. Kom gewoon niet, ja? What the fuck is dit? Kom gewoon niet! Ab, ik begrijp het niet.
Hij begrijpt het niet, dames en heren. Ik zie medelijden van het publiek aan de war. Ja. Medelijden met jullie, zeker, zeker. Nee, maar luister. We moeten eerlijk zijn. Ik ben klaar met integreren, ja? Mag ik gewoon duidelijk hardop zeggen. Al 60 jaar is mijn familie hier. Blijf integreren, tot wanneer houdt het op? Ik vier ook alle feestdagen mee. Dat weet je. Oh. Wij vieren ook kerst. Ja? Dus kan je een keer met mij ook de Ramadan mee vieren? Dat kan lijkt dat? Me dat lijkt me Marhaba, wees welkom. Juist. Ja, kerst vieren we ook. Je weet, elk jaar hadden wij kerstboom thuis. Mijn opa en oma, jaren 60, zo'n kerstboom. Je hoeft niet te geloven, maar ik kan mee vieren. Absoluut waar. Mijn vader, ook kerstboom. Altijd een kerstboom. Elk jaar haalde hij hem in januari. Ja. Stuk goedkoper. Niemand zegt, moet december, hè? Dus januari, hij vond zonde. Mensen wilden hem verbranden, dus we hadden kerstboom. Zijn familie was gek op kerst, maar was toch ja, 2 dagen vrij, maar wel doorbetaald. Dat is gewoon de familie, dat is van de familie, dat is wat het is. Dat vieren we. Absoluut. Je wordt doorbetaald. 3 dagen lopen we mee met de hos. Heerlijk. Gastvrijheid, dat is mooi, hè? Integratie ook. Ik kan jullie iets heel leuk vertellen over integratie. Voor mij, Nederland, hè, dat is volledig nieuw. Ik amuseer me rood, jullie ontvangen me met zoveel liefde. Maar het toppunt van integratie is wat ik de eerste week meemaakte met maken van deze voorstelling. Mijn vader, die is trots. Dus die komt voor 1 keer mee naar Nederland. Zoon gaat internationaal, mashallah, da. Maar je moet weten, mijn vader die spreekt 36 woorden Nederlands. En daarmee maakt hij zinsconstructies die voor iedereen verstaanbaar zijn. Alles goed, goed, moet, goed, waarom weer dat? Die kent Dolf nog niet. Nee. We hebben soundcheck. Ik sta daar, kijk, Roel werkt alles. En Dolf staat daar. Mijn vader komt binnen, dus de man met 36 woorden. Die ontmoet Dolf. Dolf begint zijn verhaal. Nou, fijn dat je er bent. Ik ben ooit in Turkije geweest. Economie, politiek. Ja, niet normaal. Moet ik zeggen. Gewoon een gesprek. Een gesprek. 5 minuten zie ik mijn vader Dolf aanstaan. En op het einde zegt mijn vader... Jij spreekt welke taal? Vriend, als jij mij gaat uitlachen, ik weet je te vinden. Ja, dat gaan we niet doen, hè. Niet aanhaken bij de rest. Ze moet aan mijn kant staan, man. Jezus. Maar Abbe, wees blij. Wees blij. Jouw vader spreekt 36 woorden. Ja. Mijn vader spreekt 1 zin Nederlands, duidelijk dialectloos. 1. Wij blijven hier. Lieve mensen, we zijn toe aan een stukje stand-up. Ik vind het wel, hij komt van ver tot voorbij Brussel. Erran Demmertje! Yes! Ik geniet van jullie in Nederland, ik meen het echt. Maar wat wel leuk is, als je kinder bent, dan vraagt je publiek, je familie, mijn kinderen, die vragen, ja, hoe is Nederland? Jullie. We lijken wel op elkaar, maar eigenlijk toch niet. Kleine verschillen die ons Belgen en Nederlanders maken. Kijk, in België, als je in een schouwburg aankomt, fantastisch hier, toch? Mooi. Dan krijg je bij aankomst een drankje, misschien op het einde wil je een beetje thee, koffie. Hè? In België, je komt maar ergens aan, backstage is een koelkast vol. België, je komt binnen en zeggen, hier is de koelkast als je iets wilt drinken. In Nederland kom je binnen en zeggen ze, nou, hier is een koelkast als je er iets wil indoen. Kleine verschillen. Maar wat wel leuk is, ik heb jullie leren appreciëren. Jullie directheid, jullie openheid. Jullie horen jullie artiesten met de voeten op de grond. Ik heb in mijn rider, mijn contract in België voor de grap. Ik doe het al 6 jaar, iedereen weet, het is Errol. Voor de grap vraag ik overal waar dat komt 50 blauwe M&M's. We waren vergeten dat contract aan te passen voor Nederland. De allereerste traja, we komen aan in Den Haag. Lag er een mannetje met een briefje bij... Het gaat erop stond. Hier zijn 50 zakken M&M's, zoek de blomen zelf. Hoe goed is dat? Dat is mijn kennismaking met jullie. Jullie hebben asfalt, jullie hebben wegen. Maar ik amuseer me wel. Ik heb dingen gezien hier dat ik zeg, wauw, het integratieproces is gelukt. Ik heb hier oudere Turkse dames met hoofddoeken, alles erop en eraan, op een fiets zien rijden. Wauw, mooi. Ik kom uit Brussel, dat is de hellhole. Fietsen zelfmoord bij ons. Dus ik dacht, ik ga een selfie maken. Maar toen heb ik integratie meegemaakt waar dat jullie staan, op 3 niveaus hoger. Met dat ik de selfie wil nemen en de dame komt voorbij, zie ik haar omdraaien. Kijk waar je loopt, ben je blind of zo? Ik zei, hoe mooi is dit? Hoe mooi is dit? En in die maand heb ik jullie leren appreciëren, jullie eten. Ik vroeg aan Dolf en Anwar, hey, we gaan iets lekker Nederlands eten. Ik wil dat mee. Ik dacht, kroket op de muur, weet ik veel, dat.
We zijn Surinaams gaan eten. Typisch Nederlands, Surinaams. We komen daar binnen, maar je moet weten, voordat ik verder ga, 3/4 van de tijd, ik kom uit Brussel, spreek ik Frans, is mijn voertaal. Dus niet alle woorden komen overeen. We komen binnen bij de toko's, Surinamer. En ik zie daar staan hete kip. Heet is bij ons hete meisje, hete vrouw. He? Gaan. Ik dacht, dit begint goed. Hoe zalig is dit? En die dame, na de bestelling, vraagt ze aan mijn fantastische dame. Ik ben 3 of 4 keer teruggegaan. Ze zegt tegen mij, wil je ook Madame Jeannette? Leiden, bij ons is Madame letterlijk mevrouw Jeannette. Dus zij ze vraagt, wil je Madame Jeannette? Ik dacht, die openheid, die apprecieer ik wel. Ik zei, ik wil wel, maar wil zij ook? Wil zij ook? Madame Jeannette, kijk, voor alle Turken in de zaal, wij kennen Poel Biber. Sambal, dat is het pikantste dat we gaan. Ik had nog nooit in mijn leven gehoord van Madame Jeannette. Jullie weten wat nu gaat komen, Leiden. Ze geeft mij zo een klein potje. Hè? Wij noemen dat potje dit. Ik dacht, wat is dit? Ik ben Turkije. Altijd nummer 1. Geef nog 2. Ik doe die op die hete kip roti. Ik pak dat naambrood. Ik dop dat erin. Ik steek dat in mijn mond. Ik kreeg geen lucht meer. Ik begon te hallucineren. Ik heb Madame Jeannette gezien. Ik heb haar gezien. Ik heb haar gevoeld in iedere vezel van dit lichaam. Ik kreeg geen lucht meer. Ik heb afscheidsbrief naar mijn kinderen gestuurd. Ik dacht, dit overleef ik nooit meer. Aan alle Surinaamse zusters en broeders in de zaal. 1 vraag. Hoe? Hoe krijgen jullie dat in dit? En dan komt die dame mee aan tafel zitten. En ze vraagt hem, nou vind je het lekker? Mijn antwoord, ja. Wat zei je nou? Lekker! Ik wil dat is mijn kennismaking met jullie. En daarna zei ik van, ik wil iets gastronomisch, iets van een ander niveau. Ik kreeg kapsalon voor mij. Alle Turken in de zaal, wat hebben die Nederlanders jullie ooit aangedaan? Kapsalon. Als je alleen al naar dat bakje krijgt, dat is zelfmoord. Uw aders beginnen al te pompen. Die steken flatse friet, platte friet, kebabvlees. En daarna kaas overgesmolten in de oven. Kaas plastiek uit de Aldi. En dat was, dit is dit. Want ik kom uit Brussel en dat is ook altijd een leuke vergelijking. Hè. Jullie hebben jullie steren, jullie hebben nu jullie verkiezingen gehad en mensen zijn een beetje in paniek. We hebben al 4 maanden geen regering. Ik kom uit België, Leiden. Ik kom jullie geruststellen. We hebben 14 maanden niks gehad en het liep beter dan ervoor. Relax. Maar Brussel is wel tof. Ik voed er 2 kinderen op. Brussel is de hellhole. Anarchie. En ze vragen mij altijd hier, Eran, geef een voorbeeld. Dan geef ik jullie een voorbeeld van Brussel. Tijdens de corona heeft er een jonge gast van 16 jaar. 16. Zaterdagnacht om 3 uur een tram gestolen. Uit het magazijn. Geen fiets, geen step. Een tram gestolen. Uit het magazijn. En die heeft er een hele nacht mee zitten rondrijden. Het wordt beter. Die gast is gestopt aan iedere tramhalte. Ja, jullie zeggen tramhalte. Hè? En toen hij van de tram stapte om naar huis te gaan, zat er 27 man op de tram. Waarvan 3 politieagenten. Wij doen maar wat. We amuseren ons. We hebben ook 3 gebieden. En met corona heb ik dat gemerkt, hoe geschift België in elkaar kan zitten. Maar het werkt, marcheert. Kijk. In heel de wereld had je een avondklok. Zelfs in Amerika is 143 keer groter dan ons. Je had 1 avondklok, zelfs onder Trump. En ik kreeg een speech in Frankrijk met Macron. On va faire ensemble, égalité, fraternité. Jullie hadden Rutte. Hè? We gaan het samen doen. Met z'n allen. Weet je wat onze speech was? Blijf in de kota. Kijk, jullie reactie. Blijf in de kota, was. Blijf.
We hadden 3 avondklokken. 3. Vlaanderen had 10 uur. Brussel had 8 uur. En Wallonië deed maar wat. Die wisten het zelf niet. Die amuseerden zich. En ik voed, en ik zeg het, 2 fantastische kinderen op. Hè? Daar, die jonge man 10, mijn zoon is 11. Geniet ervan, dit zijn de mooiste jaren in uw leven. Lieve schat, kijk een keer rond, je gaat alleen bergaf. Echt waar, geniet ervan. Dit zijn de allermooiste jaren van uw leven. Ik zeg dat tegen mijn jongens ook, maar die van mij zijn mixleider. Dat wil zeggen, mama's Belgisch, mama's blank, blond, blauw ogen, mama. Ik ben dit. En die van mij hebben de perfecte mix. Die hebben zo de fysieke kenmerken van mij. Hè, zo dat Turks plat van dat. Maar die hebben de huidskleur en haarkleur van een moeder. Die zijn blond en blank. Ziet je mij over straat wandelen. Met 2 blonde kinderen. Ik begin soms ook te twijfelen. Zijn die wel van mij? Je begint te twijfelen. Maar je ziet dan alles. Die hebben Turks bloed. Dat krijg je er nooit meer uit. Maar met corona hadden we een vader-zoon een moment. Mama let er altijd op. Ik zeg, geef ze maar. Ik pak ze mee. Ik heb ze meegenomen naar Plopsaland te pannen. He? Dat is jullie Efteling. Toch? Studio 100, Gert Verhulst, Plopsaland te pannen. En we gaan zo in die boomstammen nat worden. €38. Mijn jongen zegt, papa is plezant. Ik zeg, het zal niet zijn, amuseren. €38. Die oudste die begint al in slaap te vallen. Ik zeg, wakker worden, naar buiten. Wakker worden, amuseren. We gaan in dat ding, nat worden, komen eruit. Foto moment, papa, 5 uur. Ik heb zelf getrokken. Doorlopen, doorlopen. En we wandelen voorbij en rij van, ik schat, 100 mensen rijden. 100. Die aan het wachten zijn. Maar dat wij voorbij wandelen, zie ik 100 mensen naar ons kijken en dit doen. Nu, ik kan tegen veel. Toch? Is mijn job. Humor. Relativeren, mensen bij elkaar brengen. We hebben dat allemaal meegemaakt. Maar als je kinderen erbij staan, dan doet dat pijn. Dan denken zij, hoeven dit nog niet mee te maken, dat komt nog. Sowieso. Maar op zo'n moment krijg ik ook geniale ingeving. Er springt een zekering en ik heb... Ik zeg, jongens, stop, nu is het genoeg. Ik heb die vastgepakt, ik ben naar die rij gestapt en ik zei, ja, lieve mensen, kijk maar, ga maar, doe maar. Tijden veranderen. Nu adopteren wij jullie kinderen. Leiden. Wat een heerlijk gevoel dat dat was. Het enige probleem was, mijn kinderen stonden erbij. Die denken nu dat die geadopteerd zijn. En ik gebruik dat tegen iedere keer als ze niet luisteren. Ik zwijg of ik stuur u terug naar Poetin. Zwijg. Dat is een grens, hè. Maar dat is deze voorstelling. We moeten kunnen lachen met alles. En ik zeg het aan jongens, lach met alles. Relativeren, leven, er zijn al zure mensen genoeg. Maar die komen nu op een leeftijd dat die ook met mij beginnen te lachen. En dat komt soms wel binnen. En afgelopen zomer hadden we schoolfeest. Echt een typisch Belgisch verhaal. Schoolfeest, dan moeten mensen, kinderen van alles doen, ouders die kijken. Toen heb ik gemerkt, ze hebben het leven door. Want we maken thuis afspraken. Alle Turken in de zaal die weten, wij maakten thuis, voordat we op bezoek gingen of ergens naartoe, maakten wij met onze ouders afspraken. Dan hadden we een hoog pedagogisch intellectueel gesprek met onze ouders. En mijn ouders zeiden, als je iets vraagt, dat was ons gesprek. Ik zei dat tegen de jongen ook. Ik zei, eerst dans je daarna. Maar we komen daaraan en dat zijn kinderen. Dat is ons hart en ziel, daar. We komen daaraan, eerst wat die ouders zeggen, pop, ik heb honger. Alsjeblieft, een beetje energie. Een chips. Ik zeg, ga door. 10 minuten later staat hij aan zo'n bar, standje om drinken. Maar hij heeft geen geld. Dus die dame vraagt aan hem, wie is jouw mama, wie is jouw papa? Die draait zich om naar mij. Die kijkt naar die dame en die zegt, mijn papa komt uit Turkije. En mijn mama is gewoon normaal. Op zo'n moment denk ik nog, baf, 1. Toch, Abu, we hebben genoeg gehad. Toch, doef, 1 corrigerende tik. Mevrouw, ik kijk naar jullie generatie. Ik ben trots op jullie, de generatie van mijn ouders. Die deden dat, doef, doef, kwam goed, geen probleem. Als ik jong was, ik had iets misdaan, dat ik voorbij kwam. Mama tackle, baf, tegen de grond. Tand kwijt. De volgende dag naar school.
Dat de leerkracht vroeg, was er met jou gebeurd? Hè? En ik zei, ja, mijn mama zei, ik ben gevallen met BMX. Vies gevallen. Daar. We mogen er meer. En hier komt de enige grap die ik ooit gestolen heb, die kwam van mijn vader. Die man was grappig. Alleen die kon niet zo goed Nederlands als mij. Dus als ik jong was, wou die grappen maken met andere ouders, maar kwam niet altijd over. En dit is zijn beste. Dan gingen wij zo voetballen, 14, 15 jaar. En dan stonden die zo langs het voetbalveld met andere ouders te roepen op de scheidsrechter. En dan maakte mijn papa grappen om te sussen. Dan zei hij, ja, kinderen opvoeden België niet gemakkelijk. Kinderen niet luister. Altijd grote mond. Geen respect voor die oudere mens. Maar België, jij mag niet slagen. En daarom, we gaan ieder jaar 1 maand naar Turkije. En dan zag je die mensen kijken, wat een rare familie is dat. En dan valt mij op. Kijk, die kinderen van vandaag, ik zal eindigen. Ik had dat niet voorzien, maar speciaal voor dat jong gastje daar. He? Laat hen jong zijn. Laat hen jong zijn. Wij verwachten tegenwoordig zoveel van die kinderen. Moeten goed zijn op school, presteren, sportief, goed uitzien, de laatste technologie mee hebben. En wij projecteren onze droom op die gasten. En vroeger, de generatie van mijn ouders, kijk hier rond, die zit hier. Die kweekte erop los. Er waren konijnen, die bleven maar gaan. Toch, die maakte 10 kinderen. Met de hoop dat er 1 goed viel. Dan was leven geslaagd. Maar vandaag, we maken er maar 1 of 2. En we projecteren onze droom op die kinderen. Ieder kind is tegenwoordig speciaal. Ieder kind is speciaal bij mij. In Brussel, ieder kind is speciaal. Mijn buurjongen Guillaume, die is ook speciaal. Ik ben speciaal. Die hebben allemaal een afkorting. ADD, ACD, CDV, VND, SPA, VVLD, DA. En die ouders die willen dat hij ook een afkorting heeft. Dus worden allemaal specialisten uitgenodigd. Leerkrachten moeten wachten voor dat 1 kind. En na 8 maanden onderzoek komt de leerkracht en zegt van... U heeft gelijk, meneer, mevrouw. U kunt is heel speciaal. Hij heeft D-O-N. Hij is gewoon dom. Laat die dom zijn. Dat is geen probleem. En ik merk dat met mijn eigen kinderen. Ik zal afsluiten met deze voor hem. Mijn oudste zoon heeft mij bij de politie aangegeven. Omdat ik de minder valide parkeerkaart van oma heb gebruikt. Hij zei, ik heb jou verwittigd. Ik ben mij 's morgens zaterdag moeten gaan verantwoorden bij de politie van Brussel-Ever. Omdat mijn zoon mij heeft aangegeven. Ik heb een heel preekgesprek gekregen met een boepte erbovenop. Alles erop en eraan. Ik stap terug in die auto. Ik kijk achter naar hem. Hij kijkt terug naar mij. Weet je wat hij zegt? Heeft meneer zijn les geleerd? Dat is wat wij grootbrengen, dames en heren. Welkom bij de Ramadan Conference. Ja. Eraan, fantastisch, hè? Mooi toch? Ja, maar mooi. Trouwens, ik zat aan de zijkant. Wat was je aan het doen? Ik zat een column te schrijven en ik heb een deadline. Ik dacht, ik schrijf even een columnpje. Oh, mooi. Dat is mooi. Dat waardeer ik ook aan jou. Dat je altijd open en eerlijk... Altijd open en eerlijk. Je mening geeft. Vind ik altijd wel netjes. Is ook belangrijk, ook in de maand Ramadan, dat je iemand gewoon open en eerlijk... Toch? Ja, ik kan zeggen wat je wil. Je hebt hem ook geschreven. Ik heb een column geschreven over Erhan. Dat leek me leuk voor deze avond. Dat is toch een speciale avond. Ik heb een column geschreven over Erhan. En over wat we aan het doen zijn. Wij begonnen deze tour ruim een maand geleden in Den Haag. In een klein theater in een typische volksbuurt. Zo'n buurt waar je zonder tattoo van ADO Den Haag eigenlijk niet veilig over straat kan. En wat mij betreft terecht... Want ik vind ADO Den Haag een van de allermooiste voetbalclubs van Den Haag. En iedereen die er anders over denkt, sla ik met een opgezette ooievaar op zijn bek. Ik hou ervan als een club zo in je hart zit, dat je een tatoeage op je lijf zet van jouw club. Ik vind dat echt prachtig. Ik begrijp dat daar in Leiden geen enkele aanleiding toe bestaat. Maar de hockeyclub mag natuurlijk ook.
Dank u wel. Wat ik nog leuker vind dan een tattoo, is een tattoo met een spelfout. Dat vind ik zelf heel erg grappig. Dat je net die ene dyslectische tattoo-artist hebt getroffen die de naam van jouw club op je lijf verenigt. Ik zal u zeggen hoe ik daarop kom. Wij stonden een week geleden stonden wij in Rotterdam. In Rotterdam, want wij drinken de gifbeker echt tot de bodem leeg. Wij stonden in Rotterdam en ik loop op een paar moment richting Katendrecht. En daarna zou ik doorsteken naar Zuid, waar we speelden. En ik weet niet of je dat een beetje kent, Katendrecht, oude zeeliedenbuurt. En ik loop op die brug, die loopbrug, richting Katendrecht. En naast mij loopt een typische Rotterdammer. Kent u misschien de typische Rotterdammer, ook wel omschreven als harde werkers met behoud van uitkering. Een grap die ik in Zuidplein niet gemaakt heb. Maar wat mij omgaat, daarom vertel ik dit verhaal. Ik loop naast die man, het is een mooie, beetje lenteachtige dag. Een typisch Rotterdammer met zo'n kort shirtje. En hij had een tattoo, ongelogen, en daar stond Feyenrood. Feyenrood, dat vind ik grappig. Dus ik heb dat twee keer gelezen, ja, er stond echt Feyenrood. Dus net voor het einde van de brug zei ik tegen die man, misschien worden jullie tussen nu en 10 jaar wel weer een keer kampioen. Dat vond hij niet grappig. Maar ik kan gelukkig vrij hard lopen. Een week later stonden wij in Hoofddorp. Ik zei al, wij dronken de gifbeker tot de bodem leeg. Ik weet niet of u Hoofddorp kent. Sterkte daarmee. Waar het mij om gaat, Hoofddorp heeft geen voetbalclub. Hoofddorp heeft genoeg aan hoe het eruit ziet. Laat ik het zo zeggen. Ik kan me voorstellen als je in Hoofddorp woont, dat je echt hoopt op klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat die hele tyfushaarlemmermeer gewoon onder 3 meter water verdwijnt en hebben we er nooit meer over praten. Maar ik zou het hebben over Erhan en dan vooral over zijn stand-up. Damn, wat is die jongen verstaanbaar. Ik bedoel voor een Belg, hè? Ik ben echt oprecht blij dat Erhan geen vrouw is. En ik zal u uitleggen waarom. Erhan spreekt met een Vlaams accent. En als een vrouw spreekt met een Vlaams accent, dan gebeuren er dingen met mij die ik vanavond niet met u kan delen, want er is een jongetje van 10 bij. U begrijpt wat ik bedoel? Als een vrouw Vlaams spreekt, het maakt niet uit wat ze zegt, ik krijg goesting! En daar heb ik met Erhan weer helemaal geen last van. Sterker nog, Erhan is oorspronkelijk een Turk. En ik weet niet of u Turk bent of misschien Turken kent. Turkse mannen hebben heel veel lichaamsbeharing. Echt heel veel. Turkse mannen hebben lichaamsbeharing op plekken waarvan wij zeggen, nou, ik zou niet weten waarom. Laat ik het zo zeggen, ik zei een uur geleden tegen Erhan, joh, zou je je trui niet eens uittrekken? Hij had zijn trui al uitgetrokken. 3 dagen later stonden wij in Arnhem, ook een prachtige avond. In Arnhem hebben we Anwar en ik Erhan een klein beetje in de maling genomen. We hebben in zijn kleedkamer een schaaltje met blauwe M&M's neergezet. Althans, hij dacht dat het blauwe M&M's waren. Het was Viagra. Hele andere avond geworden, laat ik het zo zeggen. Erhan is verdwenen in de nacht met madame Jeannette. Op een bepaald moment begint Erhan over corona. Dat is hier lang geleden, maar in België heet dat actuele comedy. Toch? Ze hebben wel 3 avondklokken. Flikker toch op, man. Wij zijn al lang weer bevrijd. Dat toch? Ik bedoel, zij hadden 3 avondklokken, wij hadden Irma. Weet je dat nog? Irma, toch? Irma, wat een held was dat, toch? Toch? De laatste persco van Hugo de Jonge. Dat we allemaal dachten, niet weer. Dat Irma daarnaast ging staan, ik doe het gewoon niet meer. Dat vond ik een mooi moment, toch? Dat Irma uitstraalde, het maakt niet uit wat hij zegt. Ik ga dit de dove en slechthorende van Nederland niet aandoen. Erhan is een vriend geworden. Ik toer nu een maand met deze man en Erhan is een vriend geworden. Sterker nog, ik woon tegenwoordig in Utrecht. En Erhan heeft onlangs bij mij beneden gelogeerd. Ik woon zelf in Utrecht, wij wonen zelf op de 3e verdieping. Maar beneden hebben we ook wat ruimte. En Erhan heeft met zijn gezin bij mij beneden gelogeerd. Ik denk, nou, Belgisch gezin met kinderen, we zetten ze in de kelder. Ik vind het een leuke avond. Na 1 dag bij ons vroegen zijn kinderen aan mij, meneer, wilt u ons adopteren? Erhan is, ik kan niet anders zeggen, Erhan is een soort Belg, toch? Toch? En wat ik jammer vind, wij zijn ook Hollanders aanwezig, toch? Dat wij altijd zo negatief zijn over België. Eigenlijk hebben wij het idee, wij hè? Wij hebben het idee dat alles ten zuiden van grensovergang Hazeldonk net iets minder slim is dan wij, toch?
hebben het idee dat ze wat minder slim zijn. Net iets te veel kabouter, plop en K3. Net iets te vaak frieten en net iets te vaal kinderen in de kelder. Toch? Dat is wat wij denken. En ik vind dat echt jammer. Want België is zoveel meer dan dat. België is ook Louis Paul Boon en Deus. België is ook Jacques Brel en Herman Brusselmans. En verreweg de meeste kinderen in België zijn veilig, want die wonen op de tweede of derde verdieping. En ze hebben een tram. Ja, toch? Wij spreken Engels. Waar het mij om gaat, ik heb die man in mijn hart gesloten, dames en heren. En die brug trouwens, die brug waar ik over begon, die brug in Rotterdam, die brug naar Katendrecht, misschien weet u dat, misschien niet. In de volksmond heet die brug de Hoerenlopersbrug. Dat is de bijnaam van de brug naar Katendrecht, de Hoerenlopersbrug. Dus dat was, ja, de enige plek in Rotterdam die Erhan al kende voordat ik er ooit over begonnen ben. Dank u wel. Ha, 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 ha. Dat is grappig. Ha, ha, ha. Ik hoop dat jullie genoten hebben van Dolf Jansen. Want dit was de allerlaatste keer dat hij ergens in Nederland heeft opgetreden. Ha, ha, ha. Kom op nou. Ik geef je net nog compliment door te zeggen, ik waardeer dat je open eerlijk bent. Dat is belangrijk. Het is toch open eerlijk? Ja, maar hij staat naast je. Dat is waar. Dat is te open eerlijk. En ook je woordgebruik. Je moet af en toe wel een beetje opletten op wat je zegt. Dan mag je niet alles in je mond nemen. Dat mag niet. Eigenlijk het hele jaar. De maand Ramadan is een voorbeeld voor het hele jaar. Je eindigt weer met een vies woord. Mag niet. Maar het mooiste is... Het is een mooie maand. Je kan ook je excuus aanbieden. Als je een fout maakt, excuus aanbieden. Wat? Een Nederlands excuus op zo, dit. Ja, Dolf, dat kan harder. Sorry. Sorry wie? Sorry, Erhan. Erhan Abi. Ja. AB? Broer Erhan. AB zijn bij ons de eerste twee letters van het alfabet. Oh, jongen, die stoppen niet, die twee, echt waar. Dit zijn twee Turken, die gaan nu helemaal stuk om die AB-grap. Hij zei ook, ja, je hebt ook C, D, E, F, G. Hier hou ik van, hè. Mijn droom was Nederland en ik kom hier aan en ik speel voor Gangster Paradise. Hey. En er zit daar een gozer met een Palestijnenzaal, dus ik ga mijn materiaal nog een beetje aanpassen. Dat denk ik ook. Echt waar. Echt fucking gemelleerde zaal, man. Echt mooi, leuk. Nee, maar dat heb ik geleerd. Ik heb echt veel van deze mannen geleerd. Wat denk ik een deel van ons weet van Ramadan, is het heeft met islam te maken, met je geloof beleven, met naar jezelf kijken. En ook, weet je wel, eten en niet eten, al die shit, dat weten wij. Maar ik heb echt veel geleerd van die man. Alleen al het feit dat je excuses kan maken voor iets wat je gedaan of gezegd hebt. En dan kan je de Ramadan voor gebruiken. Ja. Ik vind dat echt mooi. Dat vind ik echt mooi. Is heel belangrijk. Gewoon. Als je een fout maakt, absoluut. Je kunt in de spiegel kijken en jezelf corrigeren. Ja. Je hebt daar een maand de tijd voor. Een maand Ramadan kan je zien als leidraad voor een heel jaar. Absoluut. Zit jij fout, mag je ook. Op Eid al-Fitr. Sorry? Eid al-Fitr. Klinkt als Adolf Hitler wat je nu zegt, want ik ben geen idee wat je... We zijn al met drie. Ja. Dolf, hij gaat morgen naar school, hè? Ja. Hoe was jouw weekend? Ja, ik heb iets geleerd over Adolf Hitler, dat het die jongen moet naar school. Vergeet alles weer. Je bent Mark Rutte, je weet niks meer. Oké, klaar, klaar. Gewoon volhaal. Wat was Eid al-Fitr. Eid al-Fitr is... Eid al-Fitr. He, heb je fout gemaakt? Bied je excuus aan. We zijn namelijk te arrogant geworden. We kunnen blijkbaar niks fouts doen. Jawel. Je kan ook je excuus aanbieden. Oké. Het is belangrijk, Dom. Anwar. Ja? Ik wil iets persoonlijks vertellen. Je kan je excuus maken. Misschien heb je zelf iemand lelijk behandeld of iets lelijks gezegd. Of weet je wel. Ja. Kan je gewoon doen. We maken allemaal fouten. Oké. Even heel klein, maar toch heel belangrijk in mijn leven. 2 jaar geleden ben ik in een echtscheiding verzuild geraakt. En ben ik op een bepaald moment vertrokken. En dat zijn dingen die gebeuren in het leven. En dat is, goed. En ik vond het heel belangrijk, weet je, op het moment dat ik wegging, dat ik met mijn ex toch wel contact kon houden. Vind ik belangrijk. Heel belangrijk, communicatie. Dus toen ik uiteindelijk vertrok, ik wilde zeker weten dat ze me nog zou kunnen bereiken. Dus ik heb toen mijn nieuwe postcode met mijn huissleutel in de lak van haar auto gezet. Deze man. Dus ik wil graag mijn excuses daarvoor maken. Rolf, dat begrijp ik dus niet.
We hebben al 70 jaar, als niet langer, migratie in dit land. Absoluut. We moeten leren van elkaars cultuur. Zeker. Waarom vraag ik geen advies? Advies? Ja, kijk bijvoorbeeld mijn opa. Denk je dat hij nooit ruzie had met oma? Ik denk het wel. Maar die gaan niet scheiden. Nee. Gewoon nog een vrouw. Ja, nu lachen ze ook, dat begrijp ik. Ja, nu hadden we van de cultuur wat. Iedereen is wakker, Dolf, scheiden kost geld. Dat begrijp ik, maar je kan toch niet zomaar nog een vrouw... Tuurlijk! Nee! Gewoon plus één! Plus één! Vrouw één, eerste etage. Vrouw twee, tweede etage. Nee. Vrouw drie, derde etage. En vrouw vier, vierde etage. Heb je ruzie met vier, ga je weer beginnen bij één. Juist! En zo loop je naar boven en naar beneden. Ik zie mensen aantekeningen maken nu, er gebeuren echt grote dingen, man. Leer van elkaar, luister naar elkaar. Echt mooi dit, echt mooi. Maar ik vind het knap, Dolf, als jij excuus aanbiedt... Absoluut. Dan wil ik ook mijn excuus aanbieden. Deze mensen. Nederland. Ja. Ben hier geboren getogen. Maar tijdens de maand Ramadan alvast mijn excuses. Sorry dat tijdens de maand Ramadan in de supermarkt... Ik vind het moeilijk om te zeggen. Begrijp ik. Moet ik het zeggen? Ik zal het wel even zeggen. Okay. Sorry... dat dan de bladerdeeg op is. Ja, dit is mooi, hè? Dit is de verdeling van deze zaal. De helft vindt het grappig, de andere helft denkt, wat de fuck bladerdeeg? Nee, maar je ziet heel veel mensen gewoon kijken. Picnic levert toch gewoon? Ja. Toch? En trouwens, over de maand Ramadan gesproken. Ik weet ervan en ik woon in een buurt er ook veel... Enfin, wij wonen bijna in dezelfde buurt in Utrecht, weet je wel. Ja. En het enige wat mij dus opvalt, weet je, de maand Ramadan, weet je wel... overdag is de supermarkt gewoon uitgestorven. Echt helemaal uitgestorven. Ja. Maar tegen de tijd dat ik tijd heb om naar de supermarkt te gaan, is het tyfus druk. Ja. Dan is het tyfus druk in de supermarkt. Ik heb daar gewoon last van. Ik kan bij wijze van spreken mijn auto niet eens kwijt. Daar heb ik gewoon last van. Olaf, wat loopt net te zeiken? Hm? Je rijdt niet eens auto. Nee, maar als ik een auto zou hebben, zou ik hem niet kwijt kunnen. Dat is gewoon wat het is, toch? Ik denk naar Nederlands, je moet excuseren bij mij. Ik kom hier iedere keer optreden, drie keer per week. Weet je wat parking kost in dit land? Dat is niet normaal, hè? Jezus, man, ik heb die daarnet hier geparkeerd. Ik zeg de dagprijs. Ik zeg, boe, duw die auto in de gracht. Hou de auto. Er zijn plekken in Nederland, daar moet je je auto verkopen om de parkeerkosten te kunnen betalen. Ja. Dat is gewoon wat het is. Dat is gewoon wat het is. Ik zou nog even met je, als we nog bezig zijn en eerlijk zijn, wil ik ook mijn excuses aanbieden tijdens de maand Ramadan. Ja. Sorry dat mijn mama en mijn tantes... in de supermarkt en op de markt in fruit knijpen. Ik hoor daar echt een dame, oh ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Je voelt de woede. Dan wil ik in naam van alle Turken mij ook excuseren dat we altijd op die watermeloen kloppen. Ik weet niet waarom. Het is normaal een wilde wereldgrap. Hier in Nederland, watermeloen. Maar wat denk je dan? Dat klopt eens aan, wat denk je dan? Dat die watermeloen zegt, kom maar binnen, we doen open, wat de fuck, vriend? Is toch ik raar? Ik zweer het je, Dolf, als ik een supermarktketen zou zijn, ja, dan zou ik gewoon, je kan alles tegenwoordig ontwikkelen en bedenken. Ja? Ik zou mijn chip verzinnen in de watermeloen. Dat je... Dat als iemand klopt dat je hoort, hou op, mijn gol, doorlopen. Ja, Dolf, tak, tak, doorlopen, mijn gol. Oké, we zitten in excuses. Eran de Mirci, wil jij even je excuses aanbieden aan dit land? Ja. Namens België. Oh, gaan we zo beginnen? Ja, heel graag. Ja. Ik tegen de rest. Ja, excuses. Oké, sorry voor Samson en Gert. Ja? Ja. En? Voor de ring van Antwerpen, sorry. Nee! En ook K3. En K3. De ring van Antwerpen. En Boomba en al de rest, sorry. Maar de ring van Antwerpen, ja. Even over het wegennet van België. Het wegennet van België, dat is toch gewoon, dat is fucking onverhard, onverlicht en onver, weet ik van toch? Luister, dat is geen weg, het is gewoon asfalt met gaten. Dat is wel... Dit is geen grap. Mijn vader rijdt naar Marokko blind heen en terug. Hij verdwaalt nergens. Rijdt van Marokko met ogen dicht, Spanje, Frankrijk. Waar verdwaalt hij? Antwerpen, ringweg. Weg. Van weg. Waarom maak je je borden groen? Ze moeten blauw zijn. Maar ik snap niet waarom de alle Nederlanders nu lachen. Dus die Marokkanen gaan naar Marokko, die komen terug en verdwalen rond Brussel. Dus die geraken nooit meer hier. Jullie moeten ons dankbaar zijn. Hoe denken jullie dat Molenbeek ontstaan is? Molenbeek, Brussel, Schaarbeek. Nog meer excuses te maken? Oké. Ik zal nog eentje wel zeggen. Misschien geef ik wel... te veel informatie nu, maar sorry dat... Ja,
Ze gaf wat mijn mama als voorbeeld persoonlijk maken en mijn tantes. Mm. De telefoon in de supermarkt op luidspreker hebben staan. In de hoofddoek gestoken. Ja, onder andere. Of in de hand gewoon praten. Dus mijn tip is, praat gewoon mee met het gesprek. Ik wil wel eens van jullie eigenlijk. Toch? Kijk, toen ik van daar naar hier kwam, Leiden, jullie zijn fantastisch, Rotterdam, Den Haag, alles was mooi. Hij had het daar juist over Hoofddorp. Nog nooit van gehoord, Hoofddorp. Anwar zegt tegen mij, Eran, kom naar hier, het wordt rock'n'roll, tour. Auw! Explosie, alles erop en eraan. De dag erna zaten we in Hengelo. Hengelo, tukkers, Hengelo. Hoe erg is het dat ik als Vlaming beter Nederlands spreek dan de mensen zelf? Ik verstop er niks van. We hebben hier wel een uitdrukking geleerd. Een beetje tukker, dat is geen motherfucker. Dat is een uitdrukking. Ja. Hoor je wat je zei? Hij zei wat over Turken, hoor je dat? Turken of tukker? Nee, ik zei echt tukker. Kijk uit dan. Tukker, ik kwam terug in de backstage. Ik zeg, Anwar, alsjeblieft. Wat nu? Was dit? Ja. Je hebt me de wereld beloofd. Uitgaan, Amsterdam, feesten, luide studenten. Hij zei, morgen wordt het beter. Rustig, Kardas, morgen wordt beter. Almere? De dag erna zaten we in Almere. Almere. Er is niks dan water in Almere. Rock and roll zei hij. Weet je wat het hoofdpunt van mijn dag was? Hoofdpunt van mijn dag was gaan wandelen met die twee. Die zwijgen niet. En er was zoveel wind. We hebben 3 keer achter Dolf moeten zoeken. Ha. Maar we maken grappen. Even. Heel belangrijk. Dolf. We kennen de mensen nu al een tijdje. Ja. En we zijn vrij. Wij zijn vrij eerlijk. Ja. Maar jij bent ook van de NPO. Hè? Vertel eens. Ja. Matthijs. Moet jij niet je excuus aanbieden? Want jij zit wel eens aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk. Vertel nu maar. Ja. Dat is het enige wat ik over Dolf wist voordat ik naar hier kwam. Dolf, NPO, Matthijs. Problemen. Er zijn mensen die denken dat ik bevriend ben met Matthijs van Nieuwkerk. Daar is geen sprake meer van. Laat ik het zo zeggen. Hij heeft me nog nooit bij mijn keel gegrepen en tegen een muur aangedrukt of op je knieën geroepen. Dus dan ben je wat mij betreft geen vrienden. Ik moet wel bekennen dat Mart Smeets is ooit op mij gaan zitten. En dat kan je zien. Mart Smeets dacht dat ik een poef was. Maar het leuke is, als je Marten nu naar vraagt, is hij het allemaal vergeten. Dus dat is interessant. Kijk, nogmaals, ik blijf het herhalen. Met humor, hè, binden wij hopelijk de maatschappij. We maken grappen over elkaar, we maken grappen over Dolf. Maar Dolf, meen ik oprecht, is een van de liefste. Erhan is mijn broeder. Maar ook Dolf ken ik al 22 jaar. Als het niet langer is. Het voelt langer. Sociaal, links. Denk aan de medemens, ongeacht afkomst, geloof, kleur. Hij komt op voor, en hij kan niet tegen onrecht. Dit is geen grap. Afgelopen september was ik in Marokko. Ik was daar de dag voor de aardbeving. Ik wist van niks, ik zat in het noorden. De volgende dag blijkbaar was aardbeving, ik wist van niks. Een van de eerste mensen die mij belde. Deze man. Anwar, wat kan ik voor je doen? Ik zeg, Dolf, stuur geld. Hij zegt, wat ga je ermee doen? Ik zeg, geen vragen stellen, stuur gewoon geld. We gaan verder leiden, wacht. Dus enkele maanden later leer ik hem kennen. Ik heb hem ook een bericht gestuurd. Ik zeg, Dolf, we hebben ook aardbeving gehad. En ook Erhan kreeg geld. En voor de duidelijkheid, het geld is op de plekken waar het hoort. Help je medemens. Vergeet dat nooit. Help waar kan. Een ander. En dat doet hij. Wat? Dat is een goedkoop applaus. Maar wat ik wel merk, Dolf, is... Dat je echt nooit hebt leren kennen. Ja, je zegt nooit iets rechts, die gast. Hè? Nee. Ik ben Nederlanders gewoon. Jullie zijn assertief. Nou, daar staan we niet aan. Ga even zeggen wat ik denk. Bro, deze man zegt nooit iets rechts. Google.
Facebook, Insta, X, maar deze man zegt nooit iets recht. Ik vind, dit wel een avond, ik vind dit wel een avond om het eens te proberen. Laten we eens kijken of we in Leiden wat recht kunnen zeggen. Mogen we iets meer zaallicht? Kan dat? Nee, nog meer zaallicht, dan is het fucking alles aan, vriend. Ja. Oké, wacht even. Deze meneer. Hij is nachtblind. Hij ziet alleen de eerste twee rijen. Hij heeft geen idee van al die mensen hier. Echt waar. Wat doe je voor werk, bro? Ik werk als sportinstructeur. Als? Als sportinstructeur. Dat, en waar? Ik ga uit van een penitentiaire inrichting. Bam! Nee. Hij krijgt kleur. Het begint te wennen. Die meneer daar met de blouse daarachter. Wat doet hij voor werk? Bijna pensioen van mijn belastingcentrum. Ik vind wel lekker rechts. Ik vind wel lekker dit. Dat gaat snel, hè? Kijk eens wat even wachten. Deze mevrouw daar, die, dit is uw blik. Zondagavondje uit. Sorry! Hey. Sorry. Er zit een man naast met de uitstraling van een vechtsport. Je hebt echt een probleem nu, vriend. Je hebt echt een probleem nu, hè? Die meneer met bloes, wat doet u voor werk? Ik ben productontwikkelaar. Productontwikkelaar. En wat ontwikkelt u? U maakt stickers. De tering, is dat... Ja, want ik zou zeggen, die zijn er al, maar u... Toch? Maar sorry! Ik ontwikkel stickers. Toen ik jong was, had je ook al stickers. We gaan hem aankomen, je denkt ik kan een bepaald soort stickers. Gewoon stickers. Dolf, rustig. Ik begin net al een gesprek. Jij beledigt mensen, ik heb een gesprek over stickers. Een sticker op je bek. Maar hij blijft ook plakken, hè? Dames en heren, geniet van de enige echte... Dolf Jansen! Dank u wel, dank u wel, dank u wel. Het is echt... Dank u wel, u bent echt gewoon een hele leuke zaal. Excuses voor wat hier allemaal net gebeurde, weet je. Ik ga straks uitpraten en het is echt de laatste avond dat Anouar... überhaupt nog in de Ramadan-conferentie meedraait. En ik voel wat verwarring. Ik begrijp dat u mijn stem hoort, maar u wilt me ook zien. Dat kan natuurlijk. ook visuele grapjes. Het is echt een groot genoeg om terug te zijn hier in de Leidse Schouwburg... waar het ooit allemaal begon. En nu sta je daar gewoon nog steeds. Het is wat het is. En ik zag net toen ik daar zat... dat op het tweede balkon zitten gewoon ook mensen. Ik ga er vanuit uit de regio. Waar komt u vandaan? Nee. Leiden en op het tweede balkon. En bent u met een busje samen aangevoerd? Want het is, weet je dat, u zit daar zo alleen. Het voelt alsof u besmettelijke ziekte heeft of iets. Of... Niks mis mee? Nee, niks. U was gewoon laat. Of u wilt altijd op het tweede balkon zitten? Nee, daar inderdaad met kaartjes kopen. Prachtig. U heeft ook een fijn, luide stem als woordvoerder van het tweede balkon. Toch? De rest denkt allemaal, als hij mij maar met rust laat... En dat begrijp ik als je uit voorschoten komt. Wat ik wou zeggen is dat ik gewoon blij ben om hier te zijn. En om met deze mannen te toeren en die Ramadan-conferentie te mogen doen en te kunnen doen. En je hoort dingen, weet je, sommige mensen vroegen ook waarom is het tweede balkon verder niet gevuld. Ja, we hadden ook nog 150 Eritreërs uitgenodigd. Maar hebben we toch maar... En toen dachten we toch een andere avond dan. Toch? Er gebeurt wel wat, laten we eerlijk zijn, toch? Ik ken zelf Eritreërs niet van de rellen of van de dictator shit. Ik ken Eritreërs uit mijn wereld. Ik ben een hardloper. Een deel van u weet dat. En de rest denkt gewoon, geef die jongen wat te eten. Maar toch, daarom doe ik ook mee. Want ik krijg hier niet voor betaald 4 gevulde koeken. Maar ik ben zelf een hardloper. Ik heb in mijn leven heel veel wedstrijden gelopen. En ik herinner me één keer in Den Haag. Misschien kent u die wedstrijd, de grote wedstrijd, de CPC, de City Pure City. De City Pure City, als je dat drie keer zegt, denk ik de eerste rij, ja, nou weet het wel. En City Pure City. En ik durf het niet bij hem, want hij heeft toch die sjaal om en ik voel ontspanning. Maar ik ga straks iets zeggen over de Palestijnen. Althans, als ik er aan toe kom, ik kan niks garanderen. En ik weet zeker dat ze het eruit knippen, want Anouar is echt bang voor reacties. Maar, luister. Ik loop, jaren geleden, ik liep wedstrijden en ik liep ook de CPC. Een halve marathon, die gaat van de City naar de Pier naar de City, daarom heet hij ook zo. Toch? Daarom heet Marathon Rotterdam ook Marathon Rotterdam. Dan kunnen ze hem vinden. En soms vroegen mensen aan mij, Dolf, waarom lopen ze in Rotterdam zo hard op de marathon? Dat is het Lee Towers effect. Bij de start van Marathon Rotterdam zingt Lee Towers. En ja, dan wil je wel zo snel mogelijk weggaan. Dat is gewoon een wereldrecord. Luister, City Pier City. Jaren geleden, jaren 15 geleden liep ik meer wedstrijden. Half marathon dus van de stad naar de pier en terug. En het was windkracht 7. Daarom vertel ik het. Windkracht 7 tijdens de City Pier City. En het zijn 3 Eritreërs uit de kopgroep weggewaaid en gefinst in Haarlem. Dat herinner ik me nog. Maar dat wou ik niet zeggen.
Wat we gingen doen, hadden we afgesproken, we doen alle drie een stuk stand-up, vinden mensen leuk en verder praten we door elkaar heen. En bij stand-up denk je misschien net als ik, weet je, stand-up is toch jong, snel en dynamisch, toch? Ik bedoel, je hebt ook cabaret, dat is van alles door elkaar, je hebt ook kleinkunst, weg. Maar, met alle respect, maar, een aantal oudere dames kijken me aan, maar dat vind ik wel leuk, huisvoer. Dus, ja, het maakt me niet uit. Laat me nou even uitpraten. Ik kan al slecht tegen als mensen er steeds doorheen kijken. Dus, luister. Dus, stand-up, toch, stand-up, jong, snel en dynamisch. Hey, flikker op, ik ben afgelopen zomer 60 geworden. Dan ben je toch niet meer jong? Ik ben misschien wel snel en dynamisch. En laten we eerlijk zijn, als je de rest van de line-up bekijkt, is het niet echt jong, snel en dynamisch, maar meer afstand tot de arbeidsmarkt. Nou, geef verder niks. Weet je, ik heb ze liever hier, omdat je niet weet waar ze zijn. Ik ken Anouar uit het, ja, ik kan niet anders zeggen, het justitiële circuit. Ik ken Anouar uit mijn verleden, want ik ben niet, ik ben dit geworden, maar ik ben eigenlijk jurist. En veel mensen weten dat niet, of het interesseert ze niet, maar ik ben eigenlijk jurist. Ik heb ooit heel lang geleden rechten gestudeerd en criminologie. En nu kijken we allemaal, ja, we zijn Leiden, we hebben allemaal drie universitaire studies af. Fuck you, maar, het is wel waar. Ik heb ooit oprecht, niet hier, ik zat bij een serieuze universiteit, maar ik heb op een bepaald moment, als dat dan oor is, gaat u nog een heel zware 10 minuten tegen moeten heen. Flikker nou toch op. Ik wil een universiteit waar Willem-Alexander kan afstuderen. Nou, hou op. Dus, u krijgt zoveel extra. Ik hoop echt dat ze dit iets langzamer afdraaien in de registratie. Wat nou gaat, is dit. Luister goed. Ik heb ooit recht gedaan in criminologie, dus ik ben feitelijk jurist. En soms is dat, komt dat, weet je wel, van pas. Ik ken Anouar uit, weet je, uit Vught, daar kwamen we elkaar tegen bij de EBI. Hij was op bezoek geweest en ik kwam daar om te werken. Maar, dat is lang geleden, ja? En wat ik wel eens doe, oké, heel korte anekdote. Als u daar tijd voor heeft, anders doe ik het ook. Soms spreek ik voor zalen met organisaties, bedrijven. Dat heet dan in mij een klus, andere mensen noemen het een snabbel. Maakt me niet uit, laat me zo zeggen, ik word daarvoor betaald. In tegenstelling tot deze tour. Dus ja, je schijnt moslim te moeten zijn om hiervoor betaald te krijgen. Ik weet niet hoe het werkt, maar dat is de afspraak. Vorige week stonden we in Tiel. Ik was de enige in de hele zaal met een voorhuid. Maar dat gaat er nou niet om. Leuke avond en je komt thuis met 5 appelen. Maar, trouwens, Flipje is echt een fascist, toch? Framboos? Nou, luister. Ze moeten er zoveel uitknippen. Interesseert me geen rol. Dus, Anouar zit weer bij de... Ik ben nog niet eens begonnen, vriend. Luister. Dus ik moet echt waar, ik moet een klus. Een klus is dus dat je iets doet en dat je daar, ja, ook geld voor krijgt. En ik hou daarvan, want ik heb honger. Dus. Ik verzin dit niet. Nog één anekdote en dan ga ik doen wat ik van plan was. Ik ben een treinreiziger. Ondanks mijn succes in zalen als deze, reis ik nog steeds met de trein. Vooral omdat ik geen rijbewijs heb, dus dan moet je met de trein. Want dat vinden andere mensen het fijn als je van de A27 aftieft. Dus ik ga met de trein. Waar moet je heen? Goeie vraag. Winterswijk. Ik wist niet eens dat het bestond. Het is zeggen, zo dicht bij Polen dat je het Oekraïense leger kan zien. Dus ik ga naar Winterswijk. Ik ben met een trein, want dat is oké. Weet je, Utrecht, Arnhem kent u misschien, is gewoon rechtstreeks de verbinding, toch? Niks aan de hand. Ga je met de trein, Utrecht, Arnhem, Intercity, toch? Niks aan de hand. Kom je in Arnhem, groot station, tyfus groot station. Wat mij betreft een overdreven groot station. Echt een heel groot station. Echt heel groot. Echt fucking groot. Dus ik kom binnen, Intercity, perfect op tijd. Kan dus wel, spoor 1A. Oké, maar ik moest naar Winterswijk. Had ik een klus. Dus ik moest naar Winterswijk. Die boemel bleek te vertrekken van spoor 19B. Dus Arnhem heeft 19 sporen. Niemand weet waarom. Maar ik moest van spoor 1A naar 19B overstappen, ja? Voor die boemel. Die ging 1 keer per dag. Dus, ik moet van 1A naar 19B, dat bleek een afstand van 800 meter. Overstaptijd 2 minuten. Ik ben de enige die die trein gehaald heeft. Wacht even, waar ga je? Nee, luister. En toen, oké, daarom vertelde ik. Ik denk, waarom ben ik hier aan begonnen? Ik weet het weer. Dus, ik kom in Winterswijk, grote zaal, zou je niet zeggen, maar hebben ze ook. 700 man, allemaal, echt waar, strafrechtjuristen. Allemaal strafrechtjuristen. En dan mag ik gewoon een half uur comedy tegen allemaal, ja, mensen met een fucking opleiding en werk. Toch? Dus ik heb 700 strafrechtjuristen. En ik sprak ze ook aan als collega. En dan voel je onrust. Want ik sprak ze aan als collega. Ik zei, ja, ik ben jurist. Feitelijk ben ik jurist. Want ik ben afgestudeerd, weet je wel, in de rechten en de criminologie. En ze vroegen nog niet in Leiden. Ze zeggen, nee, serieus, universiteit, oké. Dus ik sprak ze aan als collega en toen zei ik op een paar moment, ik ben jurist. Ik had ook strafrechtjurist kunnen worden, maar ik heb toch gekozen voor het cabaret en het grote geld. En dan wordt het toch stil. Dat vind ik grappig, toch? Ik wil één ding vertellen.
op een moment hebben wij een vergadering gehad, met z'n drieën. Je kan elkaar natuurlijk niet echt treffen, want Eran woont voorbij fucking Brussel en die heeft een auto en je komt niet weg. En Anouar zit meestal vast. Dus wij met z'n drieën op een moment één keer... Nee, ofwel, dat weet je niet. Oké. Eén bespreking gehad voor deze tour, ja? En toen zei Anouar letterlijk, we kunnen alles doen, Ramadan-conferentie, maar zegt hij, eigenlijk praten we niet zoveel over religie. En ik was verbaasd. Want ik kende het concept, maar ik was er verder nooit geweest of zo. Hij zei, nee, religie, dat ligt bij sommige mensen gevoelig en sommige dingen kan je beter niet zeggen. En ik zei, oké, weet je wel. Ik wil nooit iemand schokken, ik vloek er nooit. Dat vind ik niet goed, weet je. Maar ik vond het ook moeilijk, want ik denk, ja, Ramadan-conferentie gaat voor mij ook over een geloof en over de islam en belangrijke shit, weet je wel. Het is goed lastig. En toen gebeurde er wat, net toen we begonnen met toeren, een paar dagen daarvoor, in Arnhem. Het heeft te maken indirect met religie, maar haak aan. In Arnhem was er iemand van Pegida. Pegida is een ultra-rechtse club, waarbij vergeleken Baudet, nou, redelijk intelligent lijkt. Pegida is een ultra-rechtse club. Je begrijpt wat ik zeg. En de baas van die club heet Wagensveld. Ik kan er niks aan doen, maar die man heet zo. Voornaam heb ik vergeten, is maar goed ook. En Wagensveld die had besloten, ik ga een Koran in brand steken. En ik zeg er gelijk bij, ik vind dat vreselijk. Want een Koran is voor veel mensen een heilig boek. Ik vind als iets voor iemand belangrijk is, blijf met je klauwen vanaf. Of het dan Koran is, of een Bijbel, of de Bhagavad Gita, of voor mij wat de laatste klun, dat maakt me niet uit, maar blijf er met je klauwen vanaf. Maar wat deed Wagensveld? Let op nu. Die ging in Arnhem, in het centrum, op een plein, maand geleden, ruim maand geleden, Koran in brand steken. Voor mensen een heilig boek, een belangrijk boek. Er staan verhalen in, symboliek, steun. En hij wilde de Koran in brand steken. Waarom? Goeie vraag. Hij was tegen het beleid van de gemeente Arnhem, dat boa's of stadswacht of handhaving, hoe het allemaal heet, dat die een religieuze uiting zouden mogen dragen. Dat is een discussie, daar kan je van alles over zeggen. Maar de burgemeester daar, Marcouch, zei het mag. Je kan stadswacht zijn of boa's, dan zeggen iedereen die, ja, met het niveau agent net niet haalt. En, toch? En dan mocht je dus een keppeltje dragen of een kruisje of hoofddoek, dat mocht. En Wagensveld van Pegida, die was daar zo tegen, dat hij besloot op een plein in Arnhem een heilig boek in brand te steken. Dat vind ik fucking erg. Maar waarom ik het vertel is dit. Maand geleden ongeveer, ruim een maand geleden, ging hij dat doen. Hij was niet alleen, hij had ook een assistent bij zich. Een assistent, de nummer 2 van Pegida. Die was die middag hoofdspiritus. Die was hoofdspiritus. Dus hij had een vuurkorf en de Koran. En die andere had zo'n fucking plantenspuiter. Met spiritus, ja. Oké, wat er gebeurt. Misschien heeft u het wel gezien. Anders kan je googlen. Dan google je echt, je lacht je de ballen uit je broek. Dus wat er gebeurt. Wat er gebeurt is dit. Ze staan op het plein in Arnhem. En uit protest, nogmaals, ik herhaal het. Uit protest tegen religieuze uitingen voor boa's en stadswachten in Arnhem besloot hij een heilig boek in brand te steken. Ja? Dus ze staan daar, vuurkorf. Maar, lieve mensen, en daarom vertel ik het. Het lukte niet. Het lukte niet. Sterker nog. Wagensveld heeft 4 pogingen. Ik moest denken aan die filmpjes op internet. You had one job. Kent u die filmpjes? Het lukt dus niet. Dus Wagensveld. Hey, voor de duidelijkheid, een Koran is van papier. En ze hadden er ook nog spiritus bij. Dan denk je dat gaat branden als een malle, toch? Ze hebben 4 pogingen gedaan. Het lukte ze niet om de Koran in brand te steken. En toen wist ik zeker, Allah is een stuk machtiger dan ik dacht. Laat ik het zo even samenvatten. Toch, dat is wat het is. Ja, dat is wat het is. Ik zou zeggen, blijf van andermans heilige shit af, toch? Voor sommige mensen is het dat, andere mensen hebben een ander geloof. Je hebt verhalen, je hebt symboliek, je hebt er steun uit, je hoort ergens bij. Toch, doe dat gewoon. Ik zelf niet. Ik ben katholiek opgevoed, lang geleden, eerste moeder katholiek opgevoed. Ik ben 1 keer misdienaar geweest, dat ze dacht dat ik hardloper ben geworden. Dat is allemaal lang geleden, ja? Maar blijf van elkaars religie af, ja? En dan ga ik er nog 1 ding even opwerpen, want we zijn er nou toch. Er zijn fucking vreselijke dingen aan de hand sinds 7 oktober in het Midden-Oosten, dat weet je. Vreselijke aanslagen en terreur en al die andere shit. Mensen die al heel lang in, laten we zeggen, kansloze omstandigheden wonen en leven en werken en niks mogen en niks kunnen. Die de meest vreselijke terreur uitvoeren. En daarna, afijn, je weet wat er gebeurt. Sindsdien, wat is het nu, 3,5 maand. En elke dag zie je de beelden, je kan niet geloven dat mensen, dat andere mensen aandoen. Waarom ik erover begin is eigenlijk dit. Heel simpel gezegd, ik bedoel, ze strijden tegen elkaar, het is vreselijk. Je zou zeggen, hou op met schieten, hou op met strijden en probeer het op te lossen. Israël heeft zich een aantal jaren geleden omgevormd tot Joodse staat. Dat was het niet. Israël was gewoon Israël. Er woonden heel veel Joden natuurlijk en moslims en Arabieren en van alles en nog wat. En Israël heeft zichzelf omgevormd tot Joodse staat. Dat hebben ze zelf bedacht, hebben ze gedaan. En Netanyahu, die je misschien kent. Netanyahu heeft besloten om een kabinet te vormen met echt de meest extreme religieuze en idioot en alles om zichzelf uit de gevangenis te blijven wegens corruptie. Dus dat is de baas van Israël. Die heeft het omgevormd tot de Joodse staat. En dat kan, dat mag, dat mogen ze zelf weten. Maar wat er sindsdien gebeurt, en zeker die afgelopen 4 maanden, als je kritiek hebt op wat er gebeurt daar, en die kritiek mag je hebben, want er gebeuren vreselijke dingen, en er wonen een paar miljoen mensen in een gebied waar ze niet uit kunnen, wat continu wordt gebombardeerd.
als je kritiek hebt, en het zou zomaar kunnen dat je dat hebt, dan wordt het geframed als antisemitisme. Laat me één ding dadelijk zeggen, dat is geen antisemitisme. Je mag kritiek hebben op Israël, je mag kritiek op het Israëlse leger, je mag kritiek hebben op bombardementen op woonwijken en ziekenhuizen. Dat is geen antisemitisme, dat is gewoon een soort van basis van menselijkheid en beschaving. Dat is wat het is. En het is ook mooi om te merken dat ook in deze zaal toch een verdeeldheid zit van kan ik daarvoor klappen. Ik denk het wel hoor, want het gaat namelijk niet over voor of tegen. Het gaat erom dat je basis menselijkheid is, denk ik, weet je wel. Het Anouar verhaal vertelt over zijn familie. Dat wij als Nederlanders, weet je wel, die al generaties of soms langer hier wonen, allemaal beelden hebben van wat ooit gastarbeiders waren. Dat is wat het is toch, weet je wel. En dat hij dan zijn verhaal vertelt van zijn oma. Het is toch prachtig dat die oma er al was. We praten denk ik over de jaren 50, 60, 60 denk ik. Dat zijn oma er al was. Dat zijn oma besloot wat hij vertelde. Om te gaan koken voor al die mannen die daar zaten in het pension. Die hier naartoe kwamen om werk te doen wat wij zelf niet wilden doen. Enfin, u kent het nog steeds tegenwoordig, het arbeidsmigranten. Kijk in het Westland. U weet wat ik bedoel, toch? Dat is wat het is. En dat deden zij. Ze kwamen hier werken. Ja? En hij vertelt dat verhaal. En wat hij op dat moment vertelt is dat die oma na een paar jaar besloot. Ik vind het al mooi geweest. Ja? Gezinshereniging. Dus dat betekent zijn oma is daarmee wat mij betreft verantwoordelijk voor de gezinshereniging. Toch? Zijn oma is ook verantwoordelijk wat mij betreft voor het spreidingswet. Zijn oma is ook verantwoordelijk voor ja, alle problemen met de apel. Ik denk als je doorrekent dat zijn oma ook verantwoordelijk is voor de carrière van Dylan Jezielkus. En dat neem ik er echt kwalijk, wou ik toch even zeggen. Dat is echt wat ik doe. Wat mij ook gaat is dit. Dat je wat je religie ook is, of je achtergrond, of je cultuur, allemaal cultuurverschillen. Tegenwoordig sinds dit jaar heb je in de politiek de gewone Nederlander. De flikker op, de gewone Nederlander. Wij zijn allemaal, waar je ook vandaan komt, wij wonen hier, dus zijn we allemaal Nederlander. En nou ja, gewone zie ik vrij weinig. Maar daar gaat het niet om, toch? Het idee dat je de gewone Nederlander hebt en dat je dan een bepaalde positie hebt, dat betekent per definitie dat andere mensen daar niet bij horen. Als een deel van ons gewone Nederlander zou zijn, stel het tweede balkon, zou zomaar kunnen. Dan zou de rest daar niet bij horen omdat je afwijkt ervan. Omdat je geen bitterballen eten van Johan Derksen kijkt. Ik denk het niet, toch? Caroline van der Plas is de basis van succes is dat zij zo gewoon is gebleven. Ja, dat lijkt me wel. Ze heeft geen alternatief, toch? Dat lijkt me volstrekt duidelijk. Ik geloof er niet in. Ik geloof niet in de gewone Nederlander. Ik geloof niet in cultuurverschillen en religieverschillen. Ik denk dat je allemaal je eigen verhaal hebt. En het enige wat ik wel in geloof, is dat je naar elkaar blijft luisteren. Dat je voelt, oké, jij hebt een andere religie, jij hebt een andere achtergrond. Jij houdt van een andere voetbalclub, ondanks de tatoeage, ja? Dat is wat het is. En dat je naar elkaar blijft luisteren. En dat we dan volgens mij in dit land een stuk minder verschillen dan je zou denken. Dankjewel. Ik zie jullie nu allemaal naar mij kijken. Nou, Eran. Geen paniek, ik blijf ook. We begonnen deze avond met gastvrijheid. Nadat het over openheid. En ik wil jullie meenemen ook naar de laatste pilaar, denk ik, waarvoor dat de Ramadan staat, gelijkheid. Ik hoop dat we jullie avond een klein beetje mooier hebben gemaakt. We hebben ons best gedaan. Dat jullie een beetje genieten. Maar die gelijkheid is voor mij het belangrijkste van wat we eigenlijk vandaag willen vertellen. En als aan mij vroegen een anekdote, Eran, was uw verhaal over de Ramadan, dan kan ik beginnen over lekker eten, samen zijn met vrienden, familie, mensen die er niets mee te maken hebben, die anders gelovig zijn, toch uitnodigen en samen zijn. Maar het meest speciale moment voor mij, Ramadan, is 2 jaar geleden. Ik woon in Brussel, dat hebben we nu al een paar keer gezegd. En ik woon vlakbij de Europese Unie. Het meest christelijke instituut die we hebben hier in Europa. Op dat klein stukje aarde in het midden van Europa waar we het zo goed hebben. En ik had de eer om daar te gaan spelen, optreden voor jongeren die uit heel Europa samengekomen waren. Dat was een heel leuke avond. Maar er waren jongeren die de wereld zouden verbeteren, dus die de wereld anders gingen aanpakken. En na het optreden vroeg ik aan een van die jongeren, dat was een vraag en antwoord. Ik vroeg aan hen van, wie is voor jou Dr. Martin Luther King? Zijn antwoord vergeet ik nooit meer. Die zei van, is dat geen rapper? Is dat geen rapper, zei hij. Dus 2 generaties geleden, slechts 2 generaties geleden, kwamen mensen op straat voor simpele mensenrechten. Gewoon om te kunnen zeggen, wij bestaan ook. En als ik dan dat hoor, dan denk ik van, wauw, onze jongeren, ik weet dat we de wereld en Europa willen verbeteren. Maar je kunt de toekomst maar verbeteren als je geschiedenis niet vergeet. I have a dream, zei hij. I have a dream. Zouden de 3 eerste strofen moeten zijn die we onze jongeren in het Engels aanleren.
zodat we de wereld met z'n allen iets beter kunnen maken. I have a dream. That one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. That we hold this truth to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream. That at the Red Hills of Georgia, sons of former slaves and sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. That one day, my four little children will grow in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Dus dit was een beetje zelfkritiek ook naar onze kinderen toe, naar de toekomst. Soms willen we hen leren lopen, terwijl ze eigenlijk nog moeten leren wandelen, stap per stap. En als er één iemand is onder ons drie die heel veel dromen heeft, en ik ben bij hem in de wijk geweest, daar wonen ook verschrikkelijk veel rappers, dan is het Anwar. Dames en heren, geniet van zijn heerlijke comedy. Ik lig op bed. Ik krijg een elleboog in mijn nek. Ik reageer niet. Een paar seconden later, een knie in mijn zij. Ik reageer niet. Ik besluit hem om te draaien. Ik krijg nu weer een elleboog tegen mijn slaap. Wat is er aan de hand, joh? Ik krijg nu platte hand tegen mijn hoofd. Knie tegen mijn buik. Ik doe mijn ogen open en ik zie het is 1:30 s'nachts. Ik draai me om en ik kijk recht in de ogen van mijn vrouw. En ze schreeuwt, hoor je het niet? Ik zeg haar wat? Ze zegt gebonk op de deur. Hoor je het niet? Ik zeg haar, maar als jij het hoort. Waarom maak je mij dan wakker? Ja, toch? Ja, ik ben bang. Ik sliep. Ik ben nou ook bang. En je hoort weer. Bom, 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 bom. Ze zegt, ga kijken. Ik zeg, waarom ik? Ga jij kijken? Ze zegt, ja, jij bent de man. Ik zeg, 2024? Ik weet het niet. Ze zegt, bel de politie. Ik bel de politie. Meldkamer. Wat is aan de hand? Ik zeg, mevrouw, hoor. En zij hoort ook, bom, 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 bom. Ze zegt, moeten we komen? Ik zeg, ja. Ze zegt, waar woont u? Ik zeg, Overvecht. En toen heeft ze opgehangen. Maar het gebonk blijft doorgaan. Bom, 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 bom. Mijn kinderen slapen net naast de voordeur. Mijn vrouw zegt, ga kijken. Ik zeg, emancipatie. Ik zeg, jij gaat mee. Ze zegt, stap uit bed. Ik zeg, hand vast, samen. Dus wij lopen hand in hand naar de voordeur. Ik sta voor de voordeur. Mijn vrouw staat achter mij, hand vast. En wij horen bom, 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 bom. Ze zegt, kan je zien wie daar staat? Ik zeg, nee, til mij eens op. Dat gaatje moet lager. Ik ben 1,68, 1,85. Doe even omlaag, man. Mijn vrouw tilt mij op. Ik kijk door het gaatje. En ik zie het is de buurvrouw van 84. Sneeuw, hè? Alzheimer begint op te spelen. Steeds vaker lopen ze naar buiten in nachtjapon en rollator. En ik zeg mijn vrouw, het is de buurvrouw in nachtjapon en alles hangt. Ik zeg, laat mij zakken. Ze zegt, nee, kijk goed. Dan weet je hoe ik eruit zie over 50 jaar. Kijk goed. En weer gebonk, bom, 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 bom. Mijn vrouw laat mij zakken. En ik doe de deur open. Want zo ben ik opgevoed. Open de deur voor je naaste. Mijn vrouw gaat weer naar bed. Ik zeg, buurvrouw. Waarom is je te bonken, man? Het is 1:30 s'nachts.
En je weet hoe oude mensen willen zijn, hè? Buurman! Buurman! Heel zielig, geen gebit in. Buurman! Ik heb eng gedroomd, buurman! Ik had een enge droom! Buurman! Ik heb eng gedroomd, buurman! En toen heb ik zo de deur weer dicht gedaan. Ik heb hier zo geen zin in, hè? Ja toch, ga slapen, bitch. Alzheimer. Half uur beter vergeten. Natuurlijk niet. Natuurlijk doe je de deur open, want zo ben ik opgevoed. Nogmaals, open de deur voor je naaste. Zo ben ik opgevoed. Het is belangrijk om de deur te openen. Ik was 10 jaar oud en woonde in een flat. En mijn vader altijd deuren openen. Altijd. Nooit intercom of camera, zoals tegenwoordig. Nee, gewoon deur open en heel vriendelijk, wat? Dat is voor hem. Hoe gaat het? Leuk dat je er bent. Goedenavond, maar dan in 1 zinbestandje. Gewoon 1 woord. Ja, en er stonden 2 Jehovah's voor de deur. Ken je die mensen? Een week geleden nog junk, maar nu in 1 keer hebben ze het licht gezien. Terwijl ik denk, ik woon in de wijk Overvecht. Doe een marktonderzoek. Hoe groot is de kans van slagen? Dat jij niet besneden de wijk uitkomt. Ja toch? Maar daar gaat het nou niet om. Mijn vader zei, ja. Jehovah getuigers, en 1 deed de voet tussen de deur. Heeft u een moment? En mijn vader ook, hè? Wij blijven hier. Dus die gaat naar de keuken. Die pakt een stoel. En gaat zitten. En laat die 2 praten. 1 kwartier. 20 minuten. 25 minuten. Mijn moeder kwam al met thee. Ze had de eerste thee gehad. Tweede thee gehad. Half uurtje koekjes kwamen erbij. Wilden ze niet. Marokkaanse koekjes vrij hard. Pijn aan de tanden. Na 40 minuten zei een van die hoofdgetuigers. En? En mijn vader stond op. Klapt zijn stoel dicht en zegt, nee, dankjewel. En doet weer de deur dicht. Open de deur. Voor je naaste. En als jij het niet wil openen, kijk hoe gastvrij anderen zijn. Bel eens een keer bij een vreemde. Doe het. Bel een keer bij veel vreemde mensen aan. Kijk hoe gastvrij ze zijn. Doe eens dat als je naar buiten gaat. Gewoon willekeurige mensen. Doe het. Dan zie je hoe hard de maatschappij is. Bel gewoon aan. Ik doe het wekelijks 4 keer. Van de week, ik bel aan, portiekje, 4 etages. Op een gegeven moment ging er eentje aan, 2:30 s'nachts. Ja toch, hand op die camera, hij had zo'n ringbel. En hij ook, wie is daar? En ik, je raadt het nooit. Hij Rob, ik, nee. Hij Jeroen, nee. Herman, nog 1 keer. Hij zei, haal van je hand weg. Hij zei, ik ken jou niet. Ik zei, ik ken jou ook niet. Hij zei, opdonderen. Ik zei, vriend, rustig, hè? Ik weet waar je woont. Rustig. Dank je, die lach zoek ik. Doe het straks, bij wildvreemde mensen. Leer plezier te maken. En leer te zien van de kleine dingen te genieten. Elke dag open ik mijn brievenbus. En dan zie ik al die rekeningen en ga ik gewoon lachen heel hard. Ja toch? En doe ik weer de brievenbus dicht. Ja toch? Ik ga niet betalen. Zij hebben mij nodig, ik niet hun. Als het echt belangrijk is, sturen ze nog 1 keer een brief. Maar Erhan zei het al. Bij mijn debuut wil iedereen rapper worden. Leer lachen. Leer leuke dingen zien. Ik zie ook hier een paar jonge jongens. Je kan alles worden wat je wil. Maar bij mijn debuut zijn ze of acteur of rapper. Acteur in een bekende serie op Videoland. Niet iedereen heeft hier Videoland. Of rapper. Maar tegenwoordig heeft niet iedereen alle middelen.
Bij mij in de wijk hebben we allemaal preventiepalen, ken je die? Die de wijk in de gaten houden, hè? Op doorakkergedrag. Maar wat doen jongens tegenwoordig? Die gaan elkaar optillen. En dan gaan ze rappen in die camera. Dat is gangster, hè? Twee jongens gingen elkaar optillen. En één in camera. Deze is voor de mensen thuis en voor die man op kantoor. Sowieso je moeder. Free schildpad. Free kwatje. Hij moet nog zingen, maar iedereen die vast zit moet vrij. Free Riksdaalder. Mooiste vond ik Free Wifi. En hij begon te rappen. En die ging de volgende dag naar het politiebureau. En die vroeg zijn clip op voor YouTube. Mooi, hè? Mijn wijk is mijn wereld. Waar iedereen mooi naast, met en voor elkaar leeft. Dit is ons Nederland. Ik kom uit Utrecht. Alles woont daar. Geniet nou eens van elkaar. Geniet. Ik woon in een flat. En ik geniet. Iedereen in de flat moet met elkaar leven. Vannacht kwam mijn buurman thuis. Lam. Gehoorige flat. Vrouw slaapt. En ik hoor de buurvrouw. Hans, het is 4:30. Was je bij het andere wijf? En hij lam ook, hè? Nee, ik was niet bij een andere vrouw. Jawel. Je was bij een andere wijf. Ik tik mijn vrouw aan. Zij kijkt. Ze zegt, wat? Ik zeg, hoor je het niet? Ze zegt, wat? Ik zeg, Hans is thuis. Ze zegt, waarom maak je mij wakker? Ik zeg, nou, dat is gezellig. Ook zij recht op bed. Meeluisteren. Je was bij een andere wijf. En hij ook, nee, ik was niet bij een andere vrouw. Dit gaat letterlijk 20 minuten door. Tot mijn Turkse buurman daarnaast het helemaal zat is. En vanuit zijn slaapkamer raam open doet en kaart schreeuwt naar buiten. Hans, was jij bij een andere man? En de hele flat kon rustig slapen. We moeten weer leren contact maken met elkaar. Zoals ik al zei, ik ben trots op mijn wijk. Ik woon in een flattenbuurt. En van de week gebeurde er iets, moet ik delen. Bij mij hebben we heel veel hangjongeren. Ja? Patrick, Roland, Michael. Allemaal hangjongeren, bij mij in de wijk. En ik woon in een wijk, flattenbuurt. Jongen op een scooter, pap, wordt achterna gezeten. Bap. Gooit zijn scooter neer op het pleintje en rent een wijk in. Als je niet uit mijn wijk komt, raak je de weg kwijt. Op een gegeven moment komt er een politieauto achter hem aan. Parkeert zijn auto, deuren open, rent de jongen achterna. Zoals ik al zei, jongens op het pleintje, die horen vanuit de auto. Agent 56, meld je. Agent 56, meld je. Twee jongens die op een bankje staan. Die lopen naar voren. Eentje stapt hierin, eentje stapt daarin. En die ene pakt de megafoon en zegt, moet ik wat doorgeven? Hij is er niet. En die andere ook, vraag of we een rondje mogen rijden. Het gaat om contact maken. Dat is belangrijk. En leer ook contact te maken. We leven in een maatschappij die vrij hard is. Maar soms kun je een botte opmerking omdraaien. In jouw voordeel. Dat kan. We zijn tegenwoordig vrij hard, hè, met woorden naar elkaar toe. Maar misschien kun jij het zachter maken. Ik zit in een bus van Utrecht Centraal, richting mijn wijkje. En ik ben iemand die als hij incheckt in de bus, vooraan ook de buschauffeur groet. Ik kijk die man altijd aan, of die vrouw.
Ik wil namelijk weten, zijn ze mentaal helemaal lekker? Tuurlijk! Hé, hey, ze draaien dubbele diensten. Ben je moe? Weet je, kom eruit. Ik rij wel. Dat was een hele vriendelijke man. Vriendelijke man, ik denk Rotterdammer. Hollandse kop, tatoeage in zijn nek, feier rood. Ik check in en ik zeg goedemorgen. En hij zegt goedemorgen. Waar gaat de reis naartoe? Dus ik zeg naar huis. En hij zegt in mijn gezicht, heb je zoveel saldo op die kaart? Ik vond hem ook leuk, ik zweer het je. Dus we hebben samen heel hard gelachen. Ja toch? Ik heb mijn telefoon gepakt, hem omhelst, samen een foto gemaakt. En die foto heb ik naar mijn vrienden gestuurd. Ik zeg, kijk waar die man woont, we gaan hem zoeken. Wees lief voor elkaar en hou eens een keer de deur open voor je naaste. Het maakt Nederland, denk ik, een stuk leuker. Ja, 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 ja. Ik zie die kleine jongen. Ik kijk nu al uit, papa, naar de rit naar huis. Dat hij van achter zit. Papa, ik wil ook rapper worden. Lieve mensen, we zijn er bijna. Maar ik wil, voordat we afscheid nemen van jullie, toch één iemand bedanken. Want die heeft ervoor gezorgd dat deze combinatie, die anders nooit mogelijk geweest nooit zou zijn... Echt niet. Echt niet. Echt niet. Toch bij elkaar heeft gebracht. Een applaus voor Anwar. Anwar! Dankjewel. We moeten wel eerlijk zijn, Anwar. Ik ken Dolf zijn dit soort zalen gewoon. Dat is ook mooi voor u nu, hè, om het mee te maken. Hallo, naam. Hey. Ik kom volgens jou gewoon terug. Geboekt of niet geboekt, ja toch? Dat is onze grote vroeger hier staan. We zijn een maand onderweg samen, dan gaan we andere dingen doen. En wij praten echt niet alleen maar over comedy of over religie of aanverwanten. Wij praten ook over voetbal en dat is nog tricky shit. Want vroeger kon ik gewoon vertellen, ik ben voor Ajax. En dat is dit jaar gewoon om allerlei redenen. Ondertussen is Anwar is voor FC Utrecht en die hebben fucking 17 wedstrijden achter elkaar niet verloren. Dat is echt niet te geloven. Nee, je bent echt de enige. En bij Erra moet je opletten, want ik haal altijd Fenerbahçe en Galatasaray door de war. Dat is echt tyfusgevaarlijk. Dat is echt wat het is. Maar het is Galatasaray. Galatasaray. Kijk of we Turk in de zaal zijn. Galatasaray! Tjim bam bam! Nee, dus. Jezus, ik ga terug naar België. Wat is deze? Wat is dit? Het laatste wat ik wil zeggen heeft niet met... Ja, heeft wel met voetbal te maken, maar ook met waar wij het over hadden. Ik wil één naam nog noemen. Dat is de naam van Abdelhak Nouri, oftewel Appie. Appie was een jongen die voetbalde langs geleden, ondertussen bijna 7 jaar geleden. Hij voetbalde bij Ajax in de tijd dat we nog wel eens een wedstrijd wonnen. En hij was een van de grootste talenten van Nederland en zou doorbreken en misschien de absolute top bereiken. Nou fijn. Waarom ik over hem praat is natuurlijk wat hem gebeurde, waardoor hij nooit meer zou voetballen en et cetera. En alles wat er toen gebeurde aan reacties van mensen, los van zijn voetbalkwaliteit. Het was een leuke jongen, sociale jongen. Een jongen uit West, Amsterdam-West, Geuzeveld. Die altijd zei, we kunnen even een feestje vieren als we gewonnen hebben. Maar daarna tegen zijn vrienden zei, en nu allemaal naar binnen. Want al die andere mensen moeten gewoon morgen op, die hebben werk. En hou je stil en zo. En dat was een aardige jongen. En toen hij die hartstilstand kreeg en al die shit hem overkwam, schreef ik een gedicht over hem. Over wat er gebeurde in Oostenrijk op dat veld en over die hartstilstand en over alles daarna. En toen schreef ik zag 1000 droeve mensen in die straat in Geuzeveld. En ik zag zijn vader die zich uitstrekt in verdriet. Een broer die, dank u zegt in tranen, wil ik niet. Maar ik zag toen mensen samen huilen die elkaar normaal niet mogen. Nooit eens spreken of ontmoeten überhaupt. En ik zocht naar woorden om te schrijven hoe dat samen zijn kan blijven als we nu, jaren later, zijn uitgerouwd. Dat we het steeds eens zijn, dat we met z'n allen... Dat we elkaar helpen bij het opstaan na het vallen. Dat we steeds in harmonie, dat is niet waar ik om vroeg. Een heel klein beetje Nouri is genoeg. Dat we zonder vooroordelen, zonder onderscheid. Dat we toekomstdromen durven delen in de tijd. Dat we zonder ooit conflict, dat is niet waar ik om vroeg. Een heel klein beetje Nouri, dat is genoeg. Dat we geen verschillen en geen chagrijn. Dat we zonder grote woorden toch de wijste zijn. Ik zeg het aan het eind van deze avond nog 1 keer, een heel klein beetje Nouri of wat meer. Erhan, Anwar, Dolf, dank je.
Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Mooi, 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 mooi. Leider! Dankjewel. Dankjewel, dankjewel. Fijne avond. Fijne avond.